Het geneesmiddel van de week is clozapine. Clozapine kent een zeldzame maar gevaarlijke bijwerking die je als voorschrijver moet kennen. Clozapine is een atypisch antipsychoticum. Bekijk ook eens het filmpje over risperidon voor uitleg over het verschil tussen typische en atypische antipsychotica. Het belangrijkste aangrijpingspunt van antipsychotica is de dopamine-receptor. Deze wordt geremd. Clozapine werkt echter ook op een heleboel andere receptoren, zoals je ziet. De remming op de serotonine-receptor is het sterkst. Clozapine heeft het meest ingewikkelde receptorprofiel van alle antipsychotica. Clozapine is effectiever dan andere antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie. Toch is het geen eerste keusmiddel. Dit komt door een zeldzame maar gevaarlijke bijwerking van clozapine. Er is namelijk een kans op het ontstaan van granulocytopenie en agranulocytose. Dit komt in ongeveer 3% en 0,7% van de gevallen voor. Nou, het risico is het grootst in de eerste 18 behandelweken. Bij tekort aan granulocyten valt een belangrijk onderdeel van de afweer weg, wat kan leiden tot levensbedreigende infecties. Daarom is het belangrijk om voor start en regelmatig tijdens de behandeling het leukocytenaantal en het absolute neutrofielenaantal te bepalen. In de eerste 18 weken wordt aangeraden om dit iedere week te doen. De patiënt moet zich daarnaast ook melden bij klachten van koorts, keelpijn en andere griepachtige symptomen. Nou, na 1 jaar neemt het risico op agranulocytose sterk af en bovendien is de invloed op de granulocyten gelukkig reversibel na het staken. Andere belangrijke bijwerkingen van clozapine zijn gewichtstoename en het metabolisch syndroom. Ook verlaagt het de prikkeldrempel voor epilepsie relatief meer dan andere antipsychotica. Nou, gelukkig heeft clozapine op andere vlakken ook een gunstig bijwerkingenprofiel. Zo is er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld risperidon, nauwelijks sprake van prolactinestijging. Ook treden extrapyramidale verschijnselen nauwelijks op, in tegenstelling tot de typische antipsychotica. Nou, om deze reden kan clozapine ook aan Parkinson-patiënten worden voorgeschreven. Clozapine wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP1A2. Roken induceert CYP1A2. Daarom moet bij rokers de dosering soms wel 2 maal zo hoog zijn. Ook hebben infecties, cafeïne en bepaalde geneesmiddelen een belangrijke invloed op de clozapinespiegel. Het is daarom nuttig om spiegels te bepalen om de juiste dosering te vinden. Dit heet ook wel therapeutic drug monitoring. Het wordt aangeraden in ieder geval bij het starten met clozapine spiegels te bepalen. Het optreden van agranulocytose is onafhankelijk van de bloedspiegel. Samenvattend, wat moet je nou weten over clozapine? Nou, clozapine is een atypisch antipsychoticum. Het kan worden ingezet bij therapieresistente schizofrenie, als eerder een typisch en een atypisch antipsychoticum niet effectief zijn gebleken. Granulocytopenie en agranulocytose zijn zeldzame maar gevaarlijke bijwerkingen van clozapine. Daarom is het belangrijk om regelmatig het bloedbeeld te controleren. Spiegelbepaling van clozapine wordt geadviseerd voor het vinden van de juiste dosering.